dat staat niet. Wat betekent die rode kaarten? Dat zijn clubkaarten. Kijk, als je hier langs de lijst, dan zie je hier club. Ja. Hier zijn clublid, dus ja, je moet stempelen. Ja, dan moeten minstens 4 stempels op, dan krijg je hier je medaille. 15. Daar zijn we natuurlijk niet voor mee, want als je ze niet hebt, moet je weer terug. Ja. Zie je? Ja, dat moet wel. Mag ik een kaart doen? Ja hoor, eentje. Eentje. Dat is 4 gulden. Ja, graag. Dank je wel. En hier was de start van Café de Drie Zwanen, Zijsloot. Ja? Ja! Ja! Hier zie je Marijke Smoog, Ron de Vries, Fred Smoog, Bert de Vries en Jan de Vries. Je moet niet harder dan 6 kilometer. En dan moet je de bordjes volgen. Via Ron gaan. Dit is bij Jan Sneek, de houthandel. Hier steek je over bij Google. Hier heb je dat de vermaning. En hier ga je op Jelle Bevel. Hier gaat Bets en Fred Smoog weer. Nou, het was ontzettend zwaar ijs en koud. Hier zie je de kleine zeil in de Verbeekstraat. En hier gaan we achter de havenzaad op. Hier nog even uitzakken. Bets, Jan, Ron, Fred en de Kommerijk. Nee jongens, ik ga wel vaak vooruit doen allemaal. En hier is de boerderij van de keukenmeester. Ook al vanwege de Verbeekstraat, hier moeten ze weer klunen. En nu zijn ze bij de ijsbaan langs weer. En nu vertrekken ze weer richting Ilpendam, achter de havenzaad om. Je ziet wel, het is heel zwaar ijs. Nu zijn ze bij Henk Draal, halverwege de Verbeekstraat, dat moet je ook verklunen. Even lachen jullie, hè? Nou ja, keurig. Ja, tuurlijk. De ijsbus uit Arosa. Van Jan. Hier zijn ze bij Ilpendam. Waar ook een koek en soapie staat. En kijk eens, een lekker bakje sneer. Dat gaat er altijd in. Thank you.
En nu gaan we richting Purmerland. Weer hier en daar kluiden. Om in de Purmerlandse polder te komen. En hier zie je het boerderij waar nu van vuur op zit. En dan moeten ze ook weer kluunen. En dan gaan ze aan de andere kant gaan ze langs de spoorlijn richting de Twiskebrug. Purmerlandse kerk nog op een afstandje. Dit is nog een sluisje. Onder de brug door. Twiskebrug. En daar stond ook weer een koek en zoopie. Dus hier is zijn koek nog staan. En dan gingen we weer verder. Dan gingen we naar Oostzaan, naar de ijsclub Oostzaan. Waar we ook weer kluiden moesten. Part van de Twiske. Dat is een huis in Oostzaan. En dan gaan we richting de Overhaal. En dan komen we in de kant van de Ilp. Hier heb je de Overhaal. Deze moeten we nog leren. Maar dat is het beste. En dan steken we weer over, de weg weer over. Om weer een stukje door het Ilperveld te gaan. Richting de Molenzijlbrug. Dit is de Molenzijlbrug. Waar we ook weer klunen moesten. En dus de finish. En als beloning kreeg je een mooie medaille. Waterland West Tour 30 kilometer.